zaten daar grappen over te maken bij die net. Want je kan er niet uit nu, maar je kan er niet uit nu ook. Dat is ook zo. Je kan niet uit. Wat is, kan je niet uit. Dus het idee dat je eruit zou kunnen is... Ja, kan het niet uit. Dat kan dus ook weer een soort angst. Ja, dat is bij mij een beetje angst op, ja. 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 Je kan niet onder het nu uit en je kan niet uit het nu. En je kan ergens naartoe. Je zou bijna gaan zingen, vluchten kan niet meer of zo. Ja. Nee, dat is letterlijk waar. Je zou zeggen dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat je ook nergens in zit. Dus ja. Had ergens uit willen, had dan om te bestaan. Nee, goed, dat is dus een ontdekking die je moet maken. Dat je, ja. dat je, zolang je nog denkt dat je fragment bent, dan zit je met dat van ik kan er niet uit. En dat is ook een beetje, als je dan toch in die paniekaanvallen verhalen, als we daar even op doorgaan, bij een paniekaanval denk je dat je weg moet. Dat je ergens naartoe moet, dat je moet vluchten. We hebben een klassieke vecht- of vluchtreactie. Nou, vechten, dat kan dan niet. En vluchten, dat lukt ook niet. En het resultaat is dan een paniekaanval. Omdat we maar de hele tijd het idee hebben dat we... Ja, dat we weg moeten van wat er nu is. Dat is de illusie eigenlijk. Dat zou kunnen. En omdat dat in werkelijkheid niet mogelijk is, krijg je daar ook een heel groot conflict. Want een conflict is in feite gewoon niet veel meer dan het verschil tussen wat ik zou willen dat er nu is en wat er eigenlijk is. Hoe groter dat verschil, hoe groter het conflict. En als dat op een gegeven moment maximaal wordt, dan krijg je dus dingen als aangezweren, hyperventilatie, paniekaanval, noem de hele kermis maar op. Ja, er is dus iets dat wil overleven, zeg maar. Het is een heel natuurlijke reactie eigenlijk. Ja. Ja, als je het een beetje moralistisch wil aanpakken, zou je zeggen, maar dat is nog weer eens een keer de zoveelste pointer om te kijken wat er eigenlijk aan de hand is. Dan kom je een beetje in de sfeer van, maak er een opdracht van of dit is een test of zo, maar zo is het natuurlijk niet. Ja, je lijf volgt gewoon bepaalde wetmatigheden. En zo'n wetmatigheid is, als er maar lang genoeg een bepaalde kramp opstaat, dan krijg je op een gegeven moment, dan gaan er dingen gebeuren. Je kan niet maar zomaar ergens de hele tijd een kramp opzetten en dan vervolgens verwachten dat dat maar... Dat het geen probleem gaat opleveren. En natuurlijk gaat het probleem opleveren. En dan, ja, die problemen zelf zijn dan weer een mogelijkheid om echt te kijken hoe het werkelijk is. Of weer een mogelijkheid om zo als de vluchtheuvel uit te proberen. En daar is geen waardeoordeel aan. Je kan dat gewoon zelf. Je kan ook een vluchtheuvel nemen, natuurlijk. Niet iedereen hoeft zelf onderzoek te doen voor mij. Ja, ik zie gewoon mezelf dat. Zeg maar de troef of het voorbehoud is dat er nog een toekomst is, of dat er iets anders is dan er is, of op wat voor manier dan het escape. Dus het heeft te maken met het gelokaliseerd zijn. Het is allemaal, het is moeilijk uit te leggen, maar altijd iets laat stond, ik dacht toen ik wie ben ik, kwam heel erg opzetten en was er zo'n glimp van, ja. Terwijl maar iets wat er nu is, maar het zo klinkt het heel raar, maar het was gewoon, ja, van. Ja, alleen maar de impressies die er zijn, en die betekenen niks, en die... Maar de ontzagwekkendheid daarvan, die kan intimiderend overkomen. Op dat soort momenten herinner ik me ook nog wel. Dat je gewoon ineens beseft, of ziet, of ontdekt, er is ook werkelijk alleen maar dit. Alles wat ik ooit heb meegemaakt, of waarvan ik dacht van, nou, dat is mijn ervaring, of dat is mijn gedachtegoed, is allemaal gone. Maar inderdaad, alle referentiekaders zijn dus weg. Ook weg, ja. Dus dat, ja, over angst gesproken, ja, dat is dus de angst. Ja, een soort afgrondgevoel of een zwart gatgevoel. Ja. Ja, wie die angst heeft, kan alleen maar een referentiekader zijn. Ons denken blijft proberen om daar vat op te krijgen op de een of andere manier. En omdat dat niet lukt, krijg je dus die paniek. En dan kun je dus weer terugschieten in weer de zoveelste methode. Of jezelf toch weer op een andere manier voor de gek houden. Of weten dat, kijk. Want als ik zeg zwart gat, daar zit toch weer een beetje de bijbetekenis zwart in. En als ik zeg afgrond, ja, dat hebben we van nature geleerd, want dat is iets waarin je te pletter kan vallen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het is gewoon die onmetelijkheid en die tijdloosheid die ik ben. Die komt even gewoon in het centrum van de aandacht.
Nou, zodra dat in het centrum van de aandacht komt, verdampt de hele rest natuurlijk. Ja, waar is geen ruimte meer voor een spartelend ik. Ja, goed, ja. Dat ervaart als een spartelend ik. Dat is, Ja, dus die ontsnappingsclausules, die kun je alleen zien vanuit een soort gevangenheidsclausule, snap je? Dus zodra ik nog in die gevangenheidsclausule zit, dan kan ik allerlei routes verzinnen. En op een gegeven moment zie je dus van, nee, dit is allemaal verschijnt in die ruimteloosheid. Er is echt geen ontsnapping, ja. En dan heb je heel even het idee, hey, er zijn geen ontsnappingen. Maar dat die gevangenheid er niet ook niet zijn, dat mis je dan. En dus dan ga je weer heel snel terug naar dat, want dan heb je weer je ontsnappingsroutes. En zo simpel werkt het trucje eigenlijk. Totdat dat dus allemaal als loszand uit elkaar valt. En dan spat het hele zeepbeek. Zo werkt het. Ik kijk er een beetje treurig bij, maar ook wel weer feestelijk ook. Vind je treurig? Nee, een beetje zachter om. Weet je, maar je moet het vertalen als, zeg maar, ik voel zo goed hoe dat bij jou werkt. Zo vertaal ik het ook, ja. En dan krijg ik dus automatisch een soort, een beetje weemoedig of zo. Zo, een stukje ervan af. Ja. Ik alleen maar even dat er gebeurt. Meer is niet nodig. Het is niet alsof je achter een muur van 3 meter zit, maar je zit echt achter een vloeipapiertje, weet je wel. Zo is het echt. Ja. Ja, goed, zo'n vloeipapiertje, ja. Sommige merken zijn best goed. Maar die je zit achter een soort supermascotte misschien wel. Ja, dat is een hartstikke lange hartstikke. Ja, heb jij weer die Javaanse jongens? Om even ook een sterren met erbij te gaan. Ja. Maar je ziet dus het principe, hè. Je ziet dus de ontsnappingsroutes vanuit het gevangen idee. En als dat, die ontsnappingsroutes doorzien worden, dan als je ziet dat dat niet houdt, dat is geen stand houdt, moet je dus de andere kant ook bekijken en zien dat het gevangen zijn, dat ook geen stand houdt. Anders dan krijg je dus die angst van, hé, ik kan ergens meer heen. Ja, maar ik snap het, ja. Nergens meer heen, maar ik zit ook nergens in, snap je? Dus dan is het niet erg dat je nergens heen kan. En dan voelt het ook niet meer als ik zit gevangen, ik kan ergens heen, maar dan is het, ik kan ergens heen omdat ik niet iets ben dat ergens heen hoeft. Ja. Dat is een groot verschil. Ik hoor zo vaak op satsang, als mensen dan na 30 vragen of zo een beetje zo helemaal lam geslagen zijn, door al die poten onder je stoel vandaan zag, drugs van mij. Dan, maar dan is er dus helemaal niks. En dan met zo'n diepe zucht van teleurstelling. Terwijl, dat is juist het goede nieuws. Hè? Geen slagen om de arm, geen reserves, geen garanties, geen veiligheid op het gebied van de persoonlijkheid. Dus niks aanwijsbaar, niks wat je moet verdedigen. Niks wat je hoeft. Maar dus ook niks wat je, waar je niks om. Het is geen verdienste, het heeft niks te maken met schuld. Het is niet iets om trots op te zijn. Het is gewoon wat je bent. Hè. Zo simpel is het natuurlijk. Dus daar komt niks van. Het is meer, wat ik zeg. Het is niet eens iets dat je aankomt waaien of zo. Het is geen talent. En het is altijd al wat je in essentie bent. Dus daar kun je natuurlijk nooit onderuit. Maar ja, we proberen het wel op duizenden manieren. Het is zo'n rare toestand eigenlijk. Ja, ik zie, gebaren zie ik heel snel. Hè. Jij zat even aan je show. Ja. Niks gaat hier ongemerkt voor mij. Ja, ook dat iedereen dat er zo is. Ja, dat is voor mij is dat toch een soort belangrijk om dat te zien, dat het niet. Ja, dat het niet lokaal dus dat het niet is, dus ook verbonden is aan lokaliteit of aan die ene persoon die zelfonderzoek wordt verondersteld te doen. Ja, dit, letterlijk zoals Alex van me zei, het is nergens niet. Ja. Het is onmogelijk om het niet overal te zien. Ja, dus dat maakt het ook een stuk minder exotisch. Dan anders dan is het iets heel bijzonders wat je uit een boek of uit een ver land of van een of ander type moet zien te verkrijgen en zo. Terwijl het gewoon, alles wat je ziet is een verwijzing naar datzelfde. En dat gaat de hele dag door. En dat gaat de hele nacht ook door trouwens. Alles. Er is geen één verschijnsel dat niet in essentie bewustzijn is. Wat ik ben. Ja, dus zelfherkenning met een grote hoofdletter Z. Maar het gebeurt eigenlijk nooit meer dat ik zeg van, daar heb ik niks mee te maken.
dat is niet. Misschien hooguit, daar bemoei ik me niet mee ofzo, maar dat is ook alweer te veel gezegd. Het wordt ook onmogelijk om er nog heel zinnige dingen over te zeggen. Tenminste, zeker als vlak nadat je het gezien hebt. Vandaar dat ik dus altijd zeg van wacht een jaar of vijf, dan heb je een kans dat je er weer een beetje iets. Dan is alles wel een beetje. Heeft het zich echt vertaald naar alle andere niveaus en dan kun je er misschien wel zinnige dingen over zeggen. Nou ja, dat hoop je dan maar. Ja, soms zeg ik onwijs zinnige dingen en dan zie ik aan die gezichten van, dat komt totaal niet binnen. En de andere keren denk ik van, nou, dat kwam er wel heel beroerd uit. En dan krijg ik daarna in de pauze huilende mensen. Nou, dat was toch even midden in de roos, weet je wel. Dus ook daar, het is maar een beetje het uitzenden van reacties op impulsen die binnenkomen van er komt een vraag, er komt een antwoord. Ik zie daar ook niet een mannetje die wat doet ofzo. Nee, ik ben zelf ook maar een beetje aan het kijken. Het voltrekt spontaan allemaal. Ik ben ook heel verbaasd oprecht af en toe over de antwoorden die eruit rollen. Ja, als ik later, als ik teksten van mezelf teruglees waarvan ik niet weet dat ze van mezelf zijn, dan denk ik af en toe echt van godverdorie zeg. Geniaal! Dan zit ik dan mijn eigen groep, weet je. Ik zeg wat van de hand. Dat is een beetje het idee. Want, ja. Nou, Paul, kom op. Het is nou een paar Ja, ik vraag het. Over onderscheidingsvermogen. We hadden over het forum. Ja. Ik dacht dat maar eerst. Ik weet niet misschien wat mijn vraag erover was. Want toen zei voei. Voei. Als antwoord zei van ja, kijk even naar waarin dat onderscheidingsvermogen zich, waarin het verschijnt. Dus die vraag. Top antwoord natuurlijk weer. Ja. Dus die vraag van waarin verschijnt het? Ja. Wij springen een beetje van het ene niveau naar het andere de laatste maanden, denk ik. Als ik zeg waarin verschijnt het, dan heb ik het over de geen stap verder meer terug mogelijk. Nee, ik probeer zeg maar, want de termen die ervoor zijn, ik kan niet aanwijzen. En ik probeer te denken van hoe ziet het er dan weer uit of zo. Dus, en als ik zeg van ja, je komt die vragen, dan zeg ik van ja, geen idee waarin het verschijnt, maar blijkbaar is het er wel. En dan heb je het onderscheidingsvermogen alsof dat nog, dat is voor mij de vraag of je dat aan de persoonlijkheid kan doen, dat er iemand is die het onderscheid maakt of zo. Ja, zo lijkt het wel natuurlijk. Dus je hebt het zien, zeg maar, van de persoon of alle andere verschijnselen. En dat is ook voor mij zo'n onderscheidingsvermogen, dat je zegt van, je ziet het een tegelijkertijd het ander. En dat vind ik het wel heel gek van ja, dat is dan het weten. En dan ja, en dan, ja, dat. Ik heb geen flauw idee wat je wil vragen. Nou ja, over dat, ja, over hoe dat onderscheidingsvermogen dan werkt. Het is een vermogen, maar je gebruikt het vermogen ook om te doorzien dat die persoon eigenlijk verschijnt. Ja. Dus is dan het onderscheidingsvermogen ook hetzelfde als waarnemen? Ja. Oké. Het is niet een persoonlijk onderscheidingsvermogen, het is iemand die. Nee. Dus het is ook niet te lokaliseren vermogen. En dat verschijnt er weer in. Wat je echt bent. En dat is wat je weer niet kan lokaliseren. Precies. Ja. Ik vind het behoorlijk goed uitdrukt allemaal. Ja. Dat is kut hè, als je geen vraag uitvolgt. Nee, ja, maar. Dan wordt meer een soort serie mededelingen van. Dan kan ik alleen maar zeggen, ja, dat god, ik ben trots op je paal. Hè. Ja. Maar voor uw wijsheid zijn mijn leraren dan altijd. Nou ja, ik vind het gewoon gek. Ja. Of zo. Als het deze kwaliteit heeft, hè, van je noemt een aantal dingen op, waarvan ik eigenlijk alleen maar kan zeggen van ja, zo is het. Maar dan vervolgens, aan het eind van al die mededelingen, merk ik toch een soort, een beetje zo'n,
Ja, of dat is wel leuk en zo, maar. Nou, ja, meer prestatie of zo, maar dat ik denk van ja. Prestatie? Frustratie? Met prestatie. Van Paul. Doet het zien. Doet dat zien, doet het onderscheiden of zo. Dus dat is eigenlijk daarna. Of wordt Paul waargenomen met dat onderscheidingsvermogen? Ja. Maar ook dus de gedachte van ik ben het aan het onderscheiden of zo. Denk, oh ja. Die ook weer wordt waargenomen, snap je? Ja, maar dus het wordt echt een hond die in zijn eigen staart probeert te bijten op die manier. Ja, nou, dat heb ik wel een beetje. Maar nu als wat daar aan ten grondslag ligt als mechanisme, is dat elke keer wordt er een object waargenomen. Ja. En dan probeer je dat object voor dat waarnemen te krijgen. Terwijl het in feite het waarnemen, object. Denk ik elke keer dus wat ik in essentie ben, absoluut bewustzijn, ik wijs aan dit lijf, maar ik bedoel absoluut bewustzijn. Ja. Dat is nummer 1. Dat maakt mogelijk dat er sowieso zoiets als waarnemen kan zijn. Waarnemen, onmiddellijk zien, onderscheidingsvermogen, allemaal hetzelfde idee. En dan heb je objecten. Gevoelens, geuren, gedachten. Nee, daar. Paul. En op een gegeven moment, als ik ergens in deze afhankelijkheden, ja, dus die gevoelens of die objecten, die hebben dat waarnemen zelf nodig. Anders is er niks te zien. En dat waarnemen, dat heeft absoluut bewustzijn nodig. Anders is er geen, ja, dan straalt dat licht van dat kennen niet. Is er gewoon geen waarnemen. Nou, zolang we nou maar niet proberen om die volgorde om te draaien, is er niks aan het handje. En zolang we wel denken dat, ja, dat is allemaal mooi, maar ik wil het kunnen pakken. Ik wil het me toe-eigenen, ik wil het wat dan ook, hè? Ik wil het vatten. Je wil het begrijpen, zoals dat dan wel eens heet. Begrijpen heet niet voor niks zo. Ja, dan dat begrijpen en dat pakken en dat inmeesten enzovoort. Dat zit allemaal op het gebied van de objecten. Ja, dus waarvoor nog het waarnemen komt, waarvoor nog absoluut bewustzijn komt, dat kun je niet omdraaien. Nou, maar dat ziet het beide. Dus je ziet het grijpen, het willen begrijpen. En aan de andere kant, dus het is een beetje verwarring of zo. Dus vraag je af, wat is de gemeenschappelijke factor in al die dingen? Dat het waargenomen wordt. Maar dat kan je niet inlijsten. Nee, dat is wat ik... Dat lijkt frustrerend en dat is dus juist de bevrijdende... Maar dat is wel wat ik dan soms ervaar als, die paniek of van... Wordt die paniek niet moeiteloos gezien? Wordt dat niet gratis aangenomen? Kan je dat uitzetten? Kan je zeggen van, nou, het was er al, maar ik was niet bewust. Dat wordt ook weer zo'n komen. Nou, als we dus op zoek zijn naar waarheid, dan gaat het toch daarom, wat in al die situaties de onveranderlijke essentie is. Ja. nou zit je te grijnzen, dus dat is al beter dan net. Het is soms, ik weet niet, wel simpel. Ja, dat is grappig. Ja, ik heb geen bezwaar tegen simpel, ik weet niet hoe het is. Het is... Had je het liever een beetje op de avond? Ik weet het bevat of zo. Of het is toch een soort van, als kind had ik dat volgens mij al. Van dat ik zat te kijken naar alles en dat ik dacht, dat tegelijkertijd of zo. Van, ik kijk naar iets, terwijl ik weet van, ik ben dat niet of zo. En later wordt dat dan, dus dat heb ik wel eigenlijk, dat dat weer terug is. Maar dat is een spoor. Dat is een spoor. Dat is ook weer zo'n ding dat eigenlijk onveranderlijk is van zeg maar je tijd dat je kind was tot nu. Blijft dat? Dat is gewoon een gemeenschappelijkheid. Ja, dus dat is waar, tenminste dat vind ik echt, dat je zelfonderzoek daarop richt. Als het gaat om ik wil het snappen, dan is mijn vraag onmiddellijk van is dat altijd zo geweest? Ja. Nee, is niet altijd zo geweest. Dat is pas begonnen toen de problemen er waren of zo. En als je de problemen gaat proberen op te lossen met dezelfde truc als waardoor ze ontstaan zijn, dan blijft het maar een beetje rommelen in de masje. Ja. Dus intelligent vind ik dan op een gegeven moment dat je zegt, oké, ik loop vast of zo, het lukt niet. Ik heb het al 5000 keer uit mijn hoofd geleerd. Ik heb het geprobeerd om het toe te passen. Ik heb heel goed naar Jan Koren geluisterd en misschien nog wel naar een aantal anderen. Hij kan het mooi vertellen en het is leuk en hij heeft een leuke vrouw. Het is allemaal, had ik daar al niet verteld. Hij ziet de hond op zolder. Ja, toen in de hondenband slaap. Ja. Maar, dus daar kom je op een gegeven moment in tot ontdekking dat het in dat gebied, op welke manier je dat probeert,
ja, dan kun je dus heel veel tijd besparen door op een gegeven moment te ontdekken van die 5000 manieren die ik eerder heb geprobeerd, die hebben allemaal gemeenschappelijk dat ik het zoek in een verschijnsel, dat ik het zoek in betere omstandigheden, dat ik het zoek in een soort ideale geprojecteerde situatie die nooit gaat lukken. Dat is zelf totaal duidelijk. En dan komt er een soort switch, een soort 180 graden draaien of een soort binnenste buitenkeren. Of hè, wat ik met Joost net zei, een soort overgave van ja, dit werkt niet. Het werkt anders. Mm-hmm. Wat is essentieel? Wat is altijd hetzelfde? Vanaf mijn nulde tot nu. Wat heeft me nooit verlaten? Dat ik de waarnemer ben van alles dat er verschijnt. Kan ik dat pakken? Nee, dat kan ik niet pakken. Kan ik dat worden? Nee, dat kan ik niet worden. Ik voel me een beetje als Mats Mensen. Ja. Mag ik dat vragen? Ja. Maar ik kan wel dus zeggen, ik ben de waarnemer, ik kan wel vragen. Dat kun je zeggen, maar niet als een spreuk, snap je? Nee, maar dit is... Niet als een mantra, niet als een nee, hypnose, niet als een affirmatie. En je neemt waar, je kan het bevestigen, zeg maar aan de andere kant ga ik zeggen van... Nee, dat is een gedachte of zo, alsof ik het nog kan claimen. Terwijl aan de andere kant ik ook zie dat claimen hier wordt waargenomen. Ja, en je kunt ook nog bovendien zien, wat is claimen eigenlijk? En dan denken we dat we iets binnenhalen, dat we het vasthouden. Maar over 3 seconden is het vertrokken om niet meer terug te komen. Dus wat wordt er dan in feite geclaimd? Er komt een soort gevoel op van claimen en het is weer weg. Zo vluchtig is het wel, hè? Ja. Dan zeggen we heel trots van, nou, ik heb het te pakken of zo, probeer het vast te houden, terwijl het zo vloeibaar is als wat. En dat bedoel ik een beetje met tegen beter weten in. Dat vind ik dan onderscheidingsvermogen, dat je dat op een gegeven moment ziet. En dan is het niet een kwestie van koppig blijven vasthouden aan de oude investering, maar overgave en mogen komen wat komt, maar ja... Er zijn onderdelen in mijn leven waaraan ik niet kan twijfelen. Er zijn ook onderdelen in mijn leven, zeg je dan als integere zelfonderzoeker, waar nog wel twijfel is. Dus vertrek vanuit de punten waar geen twijfel over is. Probeer niet te vertrekken vanuit die persoonlijkheid, want dat is uiterst twijfelachtig. Probeer niet te vertrekken vanuit een bepaalde sfeer of een bepaald gevoel, want dat is allemaal veranderlijk en kan elk moment omslaan. Daar zit niet je twijfeloosheid. Je twijfeloosheid zit... Dat jij weet, en je zegt zelf al in je jeugd, dat je dat ook, ik neem het waar. Dus blijkbaar ben ik dat niet alleen maar. Ik ben ook degene, ik ben datgene dat ik zie, maar ik ben ook datgene dat alles ziet. Dat zijn echt twijfeloosheden. Nou, ergens op een punt zeg je, dan ga ik toch mee in het verhaal. Zo, nou, dat, die omslag, daar kan je onderzoek zich afspelen natuurlijk. Totdat dus op een gegeven moment er geen omslag meer is, dan is het overal twijfeloos. Dat is het resultaat van echt diepgaand zelfonderzoek. En zolang het vanuit de persoon is, dan noem ik het geen zelfonderzoek, dan is het meer entertainment of in ieder geval vanuit het fragment, benadering vanuit het fragment. Dat vind ik zo lastig als je dat dan zegt, van uit het fragment of vanuit intelligentie of zo, dat verschil. Ja, vanuit het fragment. Onderzoek plegen vind ik niet zo intelligent. Nee, maar ik zie dat verschil dan niet zo. Ik weet of het een fragment doet, of zit dat ook in de vragen dan of zo? Of? Elke vraag, daar zit een element in van vanuit het fragment naar het totaal willen. Alle vragen die mij op zat zijn gesteld worden, gaan ervan uit dat je dat totaal nog niet weet. Mm-hmm. Nog niet weet dat je dat bent. En dat je probeert om daar op de een of andere manier naartoe te werken. Dus wat er gebeurt op satsang is dat je niet een antwoord krijgt op die vraag, maar dat er een antwoord terugkomt waaruit blijkt dat je vraag lulkoek is. Nou, dat is natuurlijk, ja, maar dat kan ook een beetje wennen natuurlijk als je het vaak genoeg meemaakt. Maar het werpt je volkomen terug op jezelf, op je ware zelf. Waardoor je op een gegeven moment ook zelf alle stappen teruggaat en niet meer je eigen onzin gelooft en zegt ik wil inderdaad weten, als je een vraag stel, dan kun je zeggen, de gedachte van ik stel hem vanuit
een persoon die verlicht wil worden of een, een proberen of wat dan ook, nou, dan is het eigenlijk al overbodig om die vraag te stellen, want de vragen moeten juist komen vanuit waar zitten mijn twijfeloosheden. En er is ook dus een verschil dus vanuit de persoon stellen of vanuit het onderscheidingsvermogen. Elke vraag die begint met hoe of waarom is gesteld vanuit het idee dat je een persoon bent. En dan vraag je namelijk om een recept of een methode. Mm. Het is niet erg, je kan die vragen even goed stellen, maar op een gegeven moment ga je zien dat je dat dan dus op die manier aanpakt. Nou, die herkenning van die aanpak, als die herkenning dat dat dus onzin is, heel groot wordt, dan verandert de kwaliteit van je vragen en dan ga je vragen stellen vanuit rechtstreeks meer. Ook niet meer om iets te bereiken, maar meer om gewoon te kijken hoe het zit. Okay, dan kan je dus ook nooit teleurgesteld zijn door welk antwoord dan ook, van welke leraar dan ook. Dus ik geef jou een antwoord en dan zie ik nog wel eens. Is het allemaal niet. Ik vind het gewoon gek dat je rechtstreeks kan vragen en vanuit de persoon. Dat in werkelijkheid is dat ook niet zo. Maar zo, jij ervaart het nog wel zo. Ja, vind ik gek. Ja, nee, zo, vertel mij wel, dat is zeker. Ja, zoals als je het zo zegt. Dat is uiterst gek. En dan krijg je deze kwaliteit, weet je wel. Zo'n grijns, zo'n onzin eigenlijk. Ja. Dat is maf, hè? Ja, dat is het eigenlijk. En dat noem ik dan onderscheidingsvermogen. Dat je op een gegeven moment deze kwaliteit, dat is wat je zoekt op zat zijn. Dus op een gegeven moment ben je ook niet meer te frustreren of zo, maar ben je gewoon echt op het spoor. Dat onderscheidingsvermogen, dat is een vermogen wat. Wat een tijdje lang een kleine rol heeft gespeeld, omdat je daar niet aan wilde of niet durfde of wat dan ook. Op een gegeven moment krijg je dat weer zijn oorspronkelijke rol terug, namelijk daar vaar je op, dat is je kompas. Wie bent? Het onmiddellijke weten, ja. Nou, hoe je dat als kind. Een kind vaart niet op zijn intellect of zo, die vaart puur op intuïtie en. En dat leer je op een gegeven moment af. En uiteindelijk, als je gaat onderzoeken wie of wat je bent, dan komt dat weer in beeld. Het accent gaat weer daarheen eigenlijk. Dus ja, het is een groot voordeel als je nog een soort iets van een kind in je hebt of zo. Of iets van een kwajongen, of iets van iemand die de regels een beetje aan zijn laars loopt. Niet vanuit puberaal gedrag, maar vanuit de kennis van ja, regels zijn leuk, maar het is niet zaligmakend. Nee, dat klopt. Nou, dankjewel. Ja, dat wilde ik maar even weten van je. Dat wilde ik maar even vragen. Ja. Schrijf je alles op? Nou, dat hoe en waarom vond ik wel interessant. Methode overgezet. Ja. En ik ook wat een herder natuurlijk. Ja. Wat er aan ten grondslag ligt, is natuurlijk dat het altijd een principe is om van hier naar daar te komen. En dan heb je dus een manier waarop nodig. En vanuitgaande dat wat zich nu aandient, dat we dat moeten vervangen door iets anders. Ja. Dus ja, welke methode of welk recept je ook gaat gebruiken, het gaat altijd uit van het basismisverstand dat het ergens heen moet. En dan moet je dus een manier hebben om dat te bereiken. Ja, je bent een beetje, op die manier ben je een beetje als een, iemand met een zak over zijn hoofd die maar blindelings in het wilde weg aan het zoeken is ofzo. Jij niet alleen hoor. Kan je zacht stemmen? Weet je, ja. Maar dat effect, laat ik voor mezelf. Hè. Ik had dat in die tijd wel een beetje echt als een kip zonder kop en dan dit boek en dat boek en dan het hele dag maar een beetje koortsachtig zoeken. Zo van, toch het idee hebben dat je er de hele tijd net naast rijdt of er net overheen leest of dat het allemaal net niet is, weet je wel. Met als gevolg dat je nog meer je best gaat doen en zo, totdat je dus op een gegeven moment iemand tegenkomt die zegt, ja, maar dat komt omdat je zo
als een wilde van hier naar daar aan het racen bent om iets te bereiken of te realiseren. Met als ultieme doel natuurlijk die spirituele realisatie waar ik tegenwoordig mee doodgegooid word. Ja, een beetje innerlijke rust. Innerlijke rust, ja. Een beetje maar hoor. Uiterlijke rust, dat wil ik eerst maar eens. Innerlijke rust. Ja. Ontdek je ware zijn. Nou, dat Wodan Woman Weekend gaan we toch maar eens een keer doen. Ja, dat heb ik ooit eens verzonnen als onzinproject om te kijken of daar echt mensen ook zich zouden opgeven. Dus in de bossen van Finland in een blokhut gaan zitten en zo. En dan met de woudgeesten gaan praten en dat soort dingen. Wat ik wel eens gek vind, is ik vind mijn verhaal behoorlijk direct en kort door de bocht en niet eens wel ingewikkeld. En daarom moet ik dus best vaak vraagtekens en dan mensen, een soort halstarrigheid of zo. Terwijl als je verzint dat je met 8 man in een zweethut moet gaan zitten met een vering, dan zijn er heel veel stammen, letterlijk stammen, die geven zich daar van harte voor op. Ik ben zo gek. Mag je gewoon je ego meenemen dan? Ja. Dat scheelt wel hoor. Misschien is dat... je krijgt dus in dat feit dan geen beloning of zo. Er wordt je geen worst voor gehouden. Het is eigenlijk eerder... dat alles onderuit gehaald wordt, ja, dan moet je natuurlijk maar net een beetje naartoe zijn. Hmm. Maar zodra je daar naartoe bent, dan kom je bij zoiets als dat vaart daar terecht. Dat kan niet anders. Of een andere stroming die erop lijkt. Maar in ieder geval dat er geen loze beloftes meer gedaan worden. En alles waar je om vraagt, dat krijg je eigenlijk niet. Dan word je, wat ik net al zei, dan word je gewezen op het feit dat je vraag onzin is. En daar kom je natuurlijk niet voor in eerste instantie, maar dat is wel wat er moet gebeuren. Dat hele proces dus doorzien wordt. Ja, dan kan je daarna rustig in een zweethut gaan zitten of zo. Dan gaat het met je ziel helemaal vanaf hangen. En misschien ga je dan wel. Dat is tegenwoordig populair, ik volg dat niet allemaal. In de woestijn. In de woestijn? Ja, op een kameel toch? Oh, ja, weet ik niet. Dat zou kunnen. Ja, dat klinkt wel goed. Ja, dat gaat gewoon het zeggen. Ja. Ja, de satsang is natuurlijk, waar het op aankomt, is eigenlijk gewoon in eerste instantie vaak dat je voor reden vatbaar bent. En op een gegeven moment, als dat intellect een beetje zijn verhaal, als dat geweest is, dat dat onderscheidingsvermogen weer aan bod komt. Dat het onmiddellijke weten, die intuïtie, dat dat weer de hoofdmoot wordt. Met eventueel het helpen, het denken als helper, als ondertitelaar. Maar niet meer als die wegwijzer of zo. En dan op een gegeven moment die wegwijzer, dat verdwijnt dus op een gegeven moment ook nog. Dus dat onderscheidingsvermogen, er is herkenning. Je kijkt voor jezelf of het zegt, of het klopt wat ik zeg. Je eigen zelfonderzoek, het heet zelfonderzoek. Dat is wat er dan op een gegeven moment gaat gebeuren. Ja. En zo werkt het. Zo werkt het voor mij en zo werkt het nu nog steeds. Voor iedereen die serieus in mijn gang is. Dat is een soort van willen weten, of dan kom je weer op het grijpen en vatten. Totdat je op laatst helemaal gek, tenminste zo werkt het bij mij dan, dat denken als het ware tegen zo'n muur post, want je komt er met je denken niet meer uit. Mm-hmm. En dan geef je het op. Maar goed. Ja. Ik doe het liever overgave. Opgeven is meer berusting, hè? Opgeven is meer, ik hou op met proberen. Maar of als je zegt 100% opgeven, dan zeg ik ja. Zeg maar, je gedachten, tenminste, dan probeer ik het te vatten, denk ik, hoe zit het ook, en zo, en dan raak je daar zo in, hoe moet je dat noemen? Ja, en
dan moet het als het ware tegen een muur waarop je denkt van ja, ik kan het nooit. Het is niet te bevatten of ik kom er niet bij of dat lukt nooit. En dan, nou ja, ik noem het dan opgeven, zeg maar. Elke keer als het nou zeg maar ingewikkeld wordt, is dat een symptoom dat je zeg maar, op de verkeerde manier bezig bent. Ja. Als het zwaarder gaat voelen, als het moeizaam wordt, als het alles wat voor je denkt, nou, alsof ik met een modderschuit probeer op te stijgen of zo. Al die dingen zijn symptomen voor dat je het verkeerde instrument gebruikt. Ja. Namelijk je denken. Ja. Dus inderdaad, na een tijdje dan krijgt intelligentie de overhand. En dan zie je dat je gewoon dat denken niet het enige instrument is dat er is. Dat er ook een onmiddellijk weten is. Daarin ben je het vertrouwen een beetje kwijtgeraakt of zo. Door welke reden dan ook. Er kunnen allerlei redenen voor zijn. Maar meestal is het je aangepraat en heb je dingen maar aangenomen. Van, nou, het zal dan wel zo zijn. Omdat mijn vader of mijn moeder of de meester of wie dan ook dat zegt. Als dat denken zeg maar. Als het ophoudt, dan vallen ook alle vragen gelijk weg. Dan is er geen enkele behoefte meer om nog iets te willen weten. Maar dat vind ik dus zo'n ontdekking bij zelfonderzoek. Ja, want als je dat ziet, dan zie je dus ook meteen dat elk probleem een denkprobleem is. Zonder denken heb je geen probleem. Ja, maar dan denk ik van, dat denken, nou kijk, gaat gewoon weer opnieuw. Ja, dus zodra het dan weer weg is. En dan denk ik, ik wou dat eens ophield, maar dan zit je weer in het denken. En nou ja, goed, en dan begint de hele cyclus weer van vooraf aan. Ja, precies. Ja. 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 Elke cyclus is problematisch. Ja. Ja, de Heer zegt dit niet zoveel. Overal verstand zal, hè, die man. Ja, want niet willen denken is ook weer hetzelfde grapje. Ja. Dan zou je zeggen, nou oké, okay, als ik een probleem heb, is dat altijd ook denken. Ja. Dus problemen zijn altijd denkwerk, zou je kunnen zeggen. Niet alle denkwerk is een probleem. Er zijn ook nog gedachten die helemaal geen probleem zijn. Maar als er een probleem is, is er altijd denkwerk. Nou, dus logische conclusie, dan moet ik dus niet denken. Ja. Ja, dus op het moment dan weer denkwerk, dat je dat zegt, creëer je natuurlijk weer een nieuwe projectie. Ja. Ja. Dus dan is hetzelfde. Ja. Dus dan wordt de volgende intelligente stap. Is het werkelijk zo dat een probleem mij echt iets kan doen? Kan ik werkelijk beschadigd raken door welk probleem dan ook? Als er iets beschadigd kan raken, dan is het hooguit de persoon of zo, of mijn gevoel van, wat ze dan wel eens je gevoel van eigenwaarde noemen. God mag weten wat ermee bedoeld wordt, maar je trots kan gekwetst worden, je weet veel, dat zijn problemen. Maar zijn dat ook niet gewoon dingen die verschijnen en verdwijnen? En wat ben ik dan intussen? Nou, dat zijn dan vragen die dan opkomen natuurlijk. Dat noem ik zelf onderzoek. Maar dan krijg je een soort van afstand, zeg maar, dat je dat. Ja, het is al een stap terug meer. Ja. Dan kan je zou zeggen, ja, maar ik wil geen problemen en ik wil me goed voelen en zo. Dat is allemaal toch een beetje op het kleuterklasniveau. Als die afstand er is, dan zie je wel hoe hardnekkig of die conditioneringen zijn allemaal, zeg maar. En je kunt zeggen, als die afstand er is, en je kunt ook ontdekken, die afstand is er altijd. Anders was het sowieso niet mogelijk om die in de waar te nemen. Ja, dus dan is de vraag, zijn er wel voorwaarden voor die afstand? Of is die er altijd? De uitdrukking is natuurlijk, je moet afstand kunnen nemen van de dingen. Maar dat is ook gebaseerd op het misverstand dat die afstand er niet altijd al zou zijn. Oké. Oké? Ja. Oké. 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 Dit zijn dus echt de dingen waar het om draait op satsang. Hè? Dat je zit op een spoor en dat blijkt dus niet te kloppen. En dan is dat helder. Ja. Wat je in het begin ook zelf zei, blijft er maar hangen dat je echt wilde weten wie je werkelijk bent. Dus je ware natuur. En ik was daar de bereidheid in om heel erg
eenpuntig te zijn. Mm-hmm. En ik heb zelf dan van meteen de voorwaarden, ja, hoe lang moet dat dan? Hè? Van, ik heb 4 weken. En toen ik ook voelde toen jij het zei, van daar kun je steeds naar terug. Dat is eigenlijk altijd je eindpunt. Ja. En dan is dat denken, neem je ook niet meer al terug. Ja, precies. Want zo begon het bij mij dus ook, dat ik dan terug moest naar dat wie ben ik. En terug moest naar wat ben ik. Totdat zelfs dat terug daarheen op een gegeven moment niet meer aan de orde was. Want dat was gewoon de hele tijd de enige vraag. Ja. En dat is dan dus niet nog een maar vraag. Één vraag, weet je. Dat scheelt zoveel. En dat is dan niet een vraag die je zo van, oh ja, nou laat ik eens even gaan zitten en wie ben ik? Oh nee, ik kon het niet meer uitschakelen. Ja. Ik kon er niet voor gaan zitten om te gaan wie ben ik er. Ja. Dat is een geweest. Een soort van een nieuwe methode. Nou, maar dat is het niet. Nee. En bereidheid, ja, ik noem het dan liever overgave, want bereidheid heeft ook nog iets van een doener in zich. Hè? Ja. Maar, ja. En dat was in die tijd ja, gewoon het hele. Die Alexander Smit, die Jan Koren, die al die boeken gelezen had, en dat kwam bij elkaar. En nou, toen kreeg je dus dit. Ja. Het brandde echt binnen de kortste keren, brandde de overbodige vragen eigenlijk op. Ja. En hou je dus dat over? Ja, als mensen me dan nog wel eens vragen van hoe komt het dat het bij jou dan zo vlot ging, dan zou ik natuurlijk liefst wel zeggen dat ik een heel slimme jongen ben en zo. Maar het was gewoon die man, weet je wel, mijn leraar, ik daar. Ja. Ik denk niet dat je dat. Ja, net zoals ik vraag van hoe lang moet dat, is het een absurde vraag. Ja, jij 4 weken, een andere dag. Misschien dat was heel snel. Ja, nou, ik heb daar laatst over gelezen dat dat ook wel meeviel. Hij is toch nog wel een aantal zatsangs bij zijn leraar geweest. In de boeken staat dus geschreven dat hij hem tegenkwam en onthouden, richt je op wat ik ben en daarna overleed hij. Maar ik heb laatst gelezen dat hij toch al een aantal maanden zeker op satsang is geweest. Zijn er daar? Ja. En als ik de teksten lees van die satsangs, van die zijn er, ik heb er eentje vertaald, dan vind ik dat het heel erg lijkt op hoe ik het doe. Ja, ja. Die leraar van Iskadatta, die dat is een beetje mijn overgrootvader natuurlijk. Ja. Die had een hele, helemaal niet India's eigenlijk. Ja, misschien was het al verlies. Ik heb nog nooit iets over hem gelezen of gehoord. Over Iskadatta, maar niet van zijn leraar. Ja, ik kan je vertellen hoe hij heet, maar dat is dus een hele lange India's naam. Ja. Als je dat gaat googelen, dan spel je het waarschijnlijk verkeerd. Maar, je kan het waarschijnlijk wel, Rob, heb jij gezien dat er mis waar staat? Nee, ik denk het niet. Okay. Maar zij heeft er wel voor. Dat is een bijzondere man. Ja, daar zijn ook wel teksten over. Ja, zeker. Het gaat terug tot, zover als je terug wilt gaan. Het wordt op internet wel moeilijk om nog teksten te vinden van de leraar van die leraar, maar er zijn er wel een paar. Ja. En dan nog verder terug, dan zou je daar in India moeten staan. Ja, ja. Komt toch allemaal hetzelfde neer. Alleen dan wel geplaatst in die tijd. Als je bijvoorbeeld de leraar van Iskadatta was Siddha Rameshwar, die zijn leraar was Bauzai. En die stelde bijvoorbeeld voor dat je per dag 4 uur moest mediteren. Ja. Nou ja, dat zul je mij niet horen zeggen. Ja. Maar in die tijd was dat wel gedaan, dat je dat kan doen. Het is volkomen aangepast aan. Wat ook weer aangeeft dat het gaat niet om de vorm. Nee. Het kan elke vorm aannemen die je maar wil. Ja. Geen rechtlijnigheid of zo daarin, alleen maar die veranderlijkheid die het van nature heeft, daar wil. Ja. Dat vind ik het mooie ervan. Ja. Dus iets kan lezen van iemand van 150 jaar geleden en dat er gewoon precies hetzelfde staat. Weet je wel. Ja, dat vind ik ook. Apart. Maar als dat zo is, kan je ook gewoon het boek van Jan Koeren kopen. Dat sowieso. Die lijkt wel mee. Ja. Die hebben we natuurlijk. Dat kan je aan de andere foto opzetten. Als je lokaal mannetje. Ja, precies. Ja. Dan lijkt het toch een beetje. Ja.
misschien komt er nog wel eens een derde boek of zo. Er zitten toch wel weer teksten in hier en daar. Moet mijn uitgever nog even overhalen. Ja. Ja, nou ja, kijk, het lijkt als een boek helemaal is, dan, hè, dan ja, wat heb je dan? Heb je dan hè, zoiets maar om zoiets te maken, dat kost je een jaar. Tenminste, mij kost het een jaar ongeveer. Want ja, je gaat ook teksten nalezen en dan lees je iets en dan denk je van, nou, dat is ja, niet goed verwoord of slecht geschreven of zo. Je, toch, ja, dat blijft ook gewoon, hè? Dus, ja, tuurlijk. Oordelen blijft gewoon, je kan de kwaliteit van iets kan je beoordelen. Ja. En dat we tweede zijn geworden bij het Songfestival, dat vind ik een dubieuze. Ja, geworden. Ja, we zijn tweede geworden. Ja. Hebben jullie dat liedje? Nou, wordt het gewoon gefilmd? Ja. Hebben jullie dat liedje gehoord? Ja. Het blijft wel in je hoofd hangen. Zit er een beetje in de naast zitten, volgens mij. Video is ook wel uit. Tot volgende keer. Ja, dankjewel. Ik wil het zwemmen, ja, precies, ja. Door Claudia, kunnen we het nog afrondje? Geef maar een setje op.